lobbywerk in Den Haag. Dat is geen vrijwilligerswerk, hè? Nee, voor de meesten niet, denk ik. Nee, het kabinet scherpt de regels aan. Er komt een wet die moet voorkomen dat ministers binnen 2 jaar gaan lobbyen voor bedrijven. Frits, als ik het eventjes heel plat mag zeggen. Het lobbyen in Den Haag, het gebeurt steeds vaker. Dat was vroeger, 6 jaar geleden, was het nog maar een kwart. Nu is het bijna de helft van de oud-politici. En wat doen ze? Ze harken heel veel geld binnen. Alleen maar omdat zij het telefoonnummer van Mark Rutte hebben of een andere politicus en daar makkelijk naar binnen komen lopen om het dan op te nemen voor bedrijven. Nou, een vrij schimmige wereld, toch? Nou, nee, want wat je nu beschrijft is maar ten dele waar, denk ik. Ja? Want het lobbyen gebeurt natuurlijk niet alleen door bedrijven, maar ook door organisaties. Ik bedoel, de vakbond lobbyt natuurlijk ook. Werkgevers lobbyen ook. Voor wat voor bedrijven doe jij het? En eigenlijk, als je kijkt, lobbyen we allemaal van jongs af aan. Ja? Je lobbyt als kind lobby je al voor een ijsje bij je moeder. Dat is ook lobbyen. Nee, maar hier gaat het om bedrijven die heel veel geld hebben en daardoor invloed in Den Haag. Nou ja, dus die wet gaat erover dat ze dat nu willen beperken. Dus dat ministers 2 jaar lang niet bij ambtenaren mogen lobbyen waar ze zelf leiding aan hebben gegeven. Vind je dat een goed idee? Nou, dat is denk ik wel oké. Okay. Ja, dat je daar een beetje afstand in houdt. Maar ja, weet je, er zijn ook zorginstellingen. En er zijn, het lobbyen, maar, het grappige van lobbyen. Het woord lobby komt uit Amerika. Je had in Amerika, daar kwam dan daar kwam het parlement bij elkaar. En in die tijd kwam iedereen natuurlijk met de huifkar of later met de trein. Maar die mensen kwamen dan vanuit het hele land naar Washington om daar een week of 2 weken lang te vergaderen. Die zaten dan in hotels. En dan gingen dus mensen naar die hotels om daar in de lobby de politici aan te spreken. Oh, ja. Hun belangen duidelijk te maken en te vertellen wat ze vinden van een voorstel. Nou ja, en dat gebeurt in feite nog steeds. Of het nou met de telefoon is of met het internet. Hoeveel verdien jij nou met een dagje lobbyen? Dat ligt er heel erg aan voor wie het is. Nou, voor een groot bedrijf, groot rijk bedrijf. Hoeveel krijg je daar dan voor? Nou, dat is iets meer dan voor een goed doel. Het wordt toch altijd gelobbyd? Dat heet toch pluggen? Dat vraag je aan mij. Oh, ja. De plaatsburgers die lobbyen ook. Ja. Nee, maar Frits, ik wil dit wel heel graag weten. Kun je dan gewoon 5.000 euro in een dag verdienen? Nou, dat ligt er maar aan voor wie en wat het is. Maar is het mogelijk? Er zullen vast mensen zijn die 5.000 euro per dag verdienen. Hoe gaat het? Word jij dan gebeld door een bedrijf van, hey, kun jij het even voor ons opnemen? Nee, hoe werkt dat? Ja, nou, dat is heel makkelijk. Van stel dat er is een wetsvoorstel. En jij bent een organisatie en je zegt van ja, maar daar zijn we het helemaal niet mee eens. Dat is enorm in ons nadeel. Dus wij willen dat onze kant van het verhaal ook duidelijk is bij de mensen die de beslissing moeten nemen. Kun je een voorbeeld noemen waar jij mee te maken hebt gehad? Nou, ik ben zelf jarenlang voorzitter geweest van de FOCWA. De FOCWA, dat zijn de autoschadeherstellers. En dat was wel grappig, want toen die mij benaderde, toen zei ik van joh, ik heb niet eens een auto. Maar in het verleden. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar in het verleden ben ik wel klant van jullie geweest. Maar wat zeggen ze dan? Toen zei ze van, ja, maar wacht even, als ik een auto ga uitdeuken of overspuiten, dan gaan we jou niet bellen, want dan weten we wel hoe we dat zelf doen. Maar wij snappen de politiek niet en we worden regelmatig overvallen door maatregelen. En wij vragen ons af of die mensen die daar in Den Haag die beslissingen nemen, of die wel goed geïnformeerd zijn. Dus wij willen onze kant van het verhaal daar. Dus dan gaat het om jouw contacten en het gaat niet om of je er verstand van hebt. Natuurlijk gaat het daarom. Als ik een plaatje gedraaid wil hebben, dan moet ik toch bij Gijs zijn. Dan ga ik toch niet bij jou vragen of je dat wil draaien. Het punt is natuurlijk, het is weinig transparant, er is geen register. Ja, dat vind ik dus onzin. Volgens mij is het over het algemeen hartstikke transparant. Nou, ik weet niet van alle bewindspersonen met welke lobbyisten zij afspreken. Nee, maar heb je het gevraagd? Nee, dat heb ik niet gevraagd. Nee, nou, als je het ze niet vraagt, dan kan je ook niet zeggen dat ze het stilhouden. Met geld koop je invloed in Den Haag. Dat is het waarom mensen denken van, nou ja, maar niet klopt alleen, dat wel maar niet alleen met geld. Met kennis en kennissen koop je natuurlijk ook invloed. En sommige mensen met seks. Herman, zou jij een goede lobbyist zijn? Oh. Nee. Nee, ik wil geen geld verdienen op de rug van om het even wie, eigenlijk. No. Hoewel, 5.000 euro vind ik nu wel een interessante. Dus straks praten we nog even. Wat vind je ervan dat je met geld invloed koopt? Kijk, met geld koop je alles. Geld is alles gewoon, hè, op deze wereld.
En jij spreekt van kennis. Ik heb die kennis en ik heb die vriend. Waarom heb je die? Omdat je allebei rijk bent. Of een simpele arbeider zal nooit de vriend zijn met een minister. Weet je wel? Dat is allemaal mensen onder elkaar en het geld bepaalt alles. Ja. Maar goed dat de regels wat aangescherpt worden, wat jou betreft. Hè? Ik denk dat het prima is dat zo'n regel van... Hè, dat je nadat je minister bent geweest... dat je dan 2 jaar lang niet mag lobbyen op het ministerie waar je minister bent geweest. Gelukkig, dat vind ik geen slechte regel. Gelukkig ben je onlangs geen minister geweest. Ik ben al een hele tijd geen minister geweest. Nee. Sterker nog, ik ben nooit minister geweest. Hey, dankjewel, Gijs. We gaan het natuurlijk ook over de muziek hebben. Vandaag bestaat...